Een stukje hoger, Voorzitter. Ja, fijn. Dank u, Voorzitter. Voorzitter, um, de inbreng zoals ik die op papier heb, uh, doe ik mede namens de fractie van de SGP. Voorzitter, een hele rits overheidsregulering wordt over de huurmarkt gestrooid en onder de noemer van goede bedoelingen wordt er beleid geïntroduceerd. Die de wooncrisis op de midden tot lange termijn volgens mij niet oplost. Waar vooral op gewezen wordt, is de verhouding tussen de verhuurder en de huurder en hoe deze door middel van regelgeving rechtgetrokken moet worden. Alleen waar het onze fractie om gaat, is dat we daadwerkelijk oorzaak gaan aanpakken en niet verdwalen in beleidsmaatregelen die de neveneffecten van een enorme schaarste oplossen en feitelijk weinig veranderen aan de onderliggende oorzaak. Onze fractie snapt dat de reg regering de huurder enigszins wil behoeden voor huurprijsverhogingen die tot stand komen door hoge inflatie. Alleen het bestrijden van inflatie zou dan logischerwijs de weg moeten zijn om deze prijzer te voorkomen. Wat we dan niet moeten doen, is beleidsmatig maatregelen gaan treffen die losstaan van de ontwikkelingen in de markt. Of in ieder geval maatregelen nemen die dicht bij de marktontwikkeling staan, zodat je de huurmarkt ook in balans houdt. De aanpassingen om over te gaan op een gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1 voor de maximale verhuurverhoging is niet ideaal, maar lijkt in ieder geval wel een verbetering van de huidige systematiek, die veel verder van de marktafwikkeling ontwikkeling afstaat. Het instand houden van de procentuele huurquota het geld dat mensen procentueel van hun loon kwijt zijn aan huur, dat is de definitie van huurquota, is op zichzelf een prachtig streven. Alleen we zouden dit graag bewerkstelligen door daadwerkelijk de kern van het probleem aan te pakken, namelijk het aanbod vergroten of de vraag verminderen. Daarnaast introduceren we hier verschillen in de maximale huurprijsverhoging tussen de sociale huursector en de vrije huursector. Maar voorzitter is dit niet weer een wichtdrijven tussen, tussen de, deze segmenten? En is dat niet onverstandig, omdat dat het potentiële gat tussen deze twee kunnen vergroten? Vraag ik de minister. Kan de minister aangeven met welke onderliggende economische berekening de beslissing gemaakt is om een verschil te hanteren tussen de maximale huurprijsverhogingen in de sociale sector en in de vrije sector? Voorzitter, ondanks alle goede bedoelingen die aan de grondslag liggen van de regulering, lijkt het erop dat we een zieke patiënt met 39-40 graden koorts de woningmarkt gaan behandelen door een thermometer mee te geven die maximaal tot 37 graden gaat. En zo zeggen we dan tegen elkaar: "Zo, koort is weg, ziek is voorbij. ook. Ik vond hem leuk, voorzitter. Gelukkig zijn er nog een paar. De minister snapt een buurman en buurman. Goed zo. Dank u, voorzitter. Die had ik Hij had hem door. Nee, vind... De minister vindt het weer niet leuk, voorzitter. Het is toch wat met zijn gevoel voor humor. Het is niet anders. Maar voorzitter, dat is niet hoe het werkt. Misschien is dat wel de grap. Wie zal het zeggen, meneer de Hoop? We staan op het punt om exact hetzelfde te doen met alle regulering op de woonmarkt. Als je een maximale huurprijsverhoging introduceert in een totaal oververhitte markt, dan bescherm je slechts een klein deel van de huurders. Waarom? Nou, omdat veel verhuurders besluiten om hun huurwoning na verloop van het contract te gaan verkopen. Ik had het er al even over in een interruptiedebat. En niet meer te huur zetten. Zo krimpt een al kleine huurmarkt verder, zodat er nog minder mensen daadwerkelijk een huurwoning vinden. Als over een aantal jaar het resultaat van alle regulering is dat van de 100 huurders er 50 goedkoper kunnen huren, maar de andere 50 op straat zijn en geen plek meer kunnen vinden, dan kun je je afvragen of die regulering wel zo'n een goed idee is. En dat is precies de zorg van de fractie van de BBB. Een vraag van de minister is dan ook: hoe kijkt de minister aan tegen het feit dat beleggers in de eerste maanden van 2024 meer huurwoningen verkocht hebben en dat dit toch wel een uitpondgolf is, waarin eerder de matten de minister van zei, nee, nee hoor, niet aan de orde. En als hij dan nu niet aan de orde is, voorzitter, is dit dan de boeggolf? Komt hij erachteraan, vraag ik de minister. Voorzitter, in onze ogen is het eenvoudig. Doe er zoveel mogelijk aan. Om het aanbod te vergroten. En of dat nou door bouwen, bouwen, bouwen of verbouwen, verbouwen, verbouwen. Zoals meneer Paternotte net zo mooi uh, zei. Voorzitter, dat is dan um, een tweede. Volgens mij is het alle twee nodig. Maar wat daar in ieder geval zal helpen, is het uniform maken van regelgeving, zodat deze overal hetzelfde is. Door bouwen buiten de rode contouren eenvoudiger te maken, door in te zetten op het dereguleren van woningsplitsingen. Woningen realiseren in leegstaande schuren. Motie van de BBB en het makkelijker maken en sneller mogelijk maken om woningen te gaan bouwen. Al is het ook voor alleen maar, voorzitter, ook op het eigen erf wanneer daar ruimte voor is. Daarnaast, voorzitter, moet de vraag verminderd worden, dus ook kritisch kijken naar aanwas van de bevolking door migratie en daar maatregelen opnemen. Tegelijkertijd moeten we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat investeren in de Nederlandse koop en huurmarkt weer interessant wordt en blijft met natuurlijk betaalbaarheid voor de burger in het achterhoofd. En misschien voorzitter is het tijd om alle plannen die onze ruimtelijke ordening betreft nog eens een keer goed te bekijken en ons af te vragen of het allemaal wel in lijn is met de realiteit van verhuurders, huurders en investeringen. Voorzitter, ik zie de heer Paternotte staan. Ik heb nog één Vraag over het amendement 11, maar dat doe ik dan daarna als dat goed is. Nou, maakt u het maar even af, dan. Ja, voorzitter. En dat is gewoon een vraag uh, niet namens de SGP, hoewel ik niet uitsluit dat zij ook benieuwd zijn naar het antwoord. Amendement 11 van het lid Grinwis, dat erover gaat om de verjaringstermijn voor huurverhogingen te verkorten naar twee jaar. Ik ben echt heel erg geïnteresseerd in hoe de minister hiernaar kijkt. Want als jij het. Na de rapport van de minister op het advies van de afdeling Raad van State. En dan pagina 17, zit hier toch nog echt wel het een en het ander aan vast. Voorzitter, het lijkt sympathiek te zijn vanuit de gedachte dat je de huurder niet opeens moet confronteren met een huurverhoging na vijf jaar. Maar de vraag is of dit amendement daar nou. De juiste oplossing voor is, voorzitter. Ook omdat er onderling afspraken gemaakt kunnen worden tussen huurders en verhuurders. Voorzitter, dat was mijn inbreng in uh, eerste termijn. Dank u wel.